Jammer om te hoor van jou ma. Dankie. Ja, maar sê, is daar iets wat ons kan doen? Baie dankie. Is jou sister ook weer weg? Ja, stil in bos toe. Universiteit. Ek het net gekom kyk of my ramale aangekom het. Maar ek kyk hier enig op die plaas. Ouma het ook al gevra. Kan jy lekker wees om so alleen te wees? Ek is te besig om alleen te wees. Het is goed om besig te... Wel, ek moet spore maak. Sê groetnis aan jou ouma. Sy was ook op die begrafenis geweest. Oma is altijd op alle begrafenissen. Ik was ongelukkig op Bloemfontein bij die ramp van die zee. Goed, ons gesels weer. Ik hoop so. Daar speel een goeie rolprent vanavond, as jy so voel. Ek kan nie. Ek het twee kaartjies. Ek is jammer, ek kan nie. Ek vind nie. Dan ons sien mekaar weer. Tot ziens.
Maggie. En nou, meneer Verwey? Juffrou, verband met die meubels. Ik verstaan als een paar dingetjes wat ik wil verkopen. Moet je, wil je het zien? Alsjeblieft. Kom. Koos, reis maar in mijn bakkie. Hoeveel lach je? Ik zal ons zo recht maken dat je me glad niet herkent. Het is eigenlijk niet de rommel. Ons was, mijn ma was bij verknochen haar goed geweest. Wat vraag je? Ik weet niet. Ik weet er echt niet. Je wil het niet raar verkoop, nee, wil je? Nou ja, dan zit er daar naartoe. Jammer. Je kan het op je vinditie kopen, zei wel. Is niet, ik wil niet weten wie dit gekoopt heeft. Nee, is goed zo. Rik, Petrus, jy het lang in die dorp geblei. Is daar iemand dood? Petrus, my kind, is daar pos vir my? Ja, maar. Hy was 'n roomtjek, Karoonies en Oosterling. Dankie. En ouma, laat Sam en Francis bykie hierdie kanne afhaal en die slag oordentlik skoonmaak. Ek maak so. Maar pas op, hier is nog ouma sy hele tuin op. Petrus Verwey. Jy praat van meubels koop. Boon op linne lampgoed om waar te bere op soller. Wie het gesê dis linne lampgoed, ouma? Dis goeie goed. Kon net 'n paar boute en skarniere is aan. Jou ooie lamp, wanneer wil jy die robbies heel maak? Ons gaan poeding. Jy gaan veel betaal daarvoor. Ek ken jou. Ons my geld, ouma, is daar poeding. Vir jou geld vir as jy eendag gaan trou, as jy eendag gaan trou, want het lyk nie vir my of jy aanstandes maak nie. Ons daar poeding, ouma. Jou probleem is, jy is te uitsoekerig. Al jou maats is al verloof of getrouwd. Hoekom skryf jy nie vir die landbouweekblad nie? O, Heer, voor spys en drank, zeg en by lof en dank, amen. Landbouweekblad? Ja, laat meisies vir jou kan skrywe. Ouma, ek soek niks wat ek nie verloor nie. Een mens skryf baie goeie briewe van sulke meisies, ek het al gelees daarvan. Ouma. Ouma, lees die monsies, my vrou sal nog kom. Nie so lang ek jou verbeeld dat jou verliefdrigheid van Maggie ook op 'n boervrou gaan maak nie. Nee, hey, makers. Die woonstel blijft rechtig onder. Ik kan niet meer die tafel klimmen. Sjoe. Nou, ik dacht dat jij kom wel iets hier bij ons eten kunt. Oeh, blaas. Kom zitten. Sjoe. Waar is die oom? Hij wacht onder in die motor. Jij kan niet zo alleen in die woonstel zitten. Hij kan jy maar liever bij ons ingetrekken. Die oom... Mijn tante. Tante weet moest. Al misschien. Daar alleen mijn muziekboek uit, wanneer mijn tante al ik oefen het. Het is al wat moeilijk is in die woonstel. Natuurlijk is die oom. Hij is ongeduldig. Hij wil niet die story op die draadloos mis nie. Soos ek sê, jy het nie van niet zo zwaar in die wereld gekom nie. Ek sê altijd, Maggie sal nog een voorslag maak. Kom dan, hè? Dit sal nog gebeur, jy gaan sien. Dan ben jy baie gauw gebeur, want ek is al daar. Jy is nou net recht vertrouwd. Jy heb nie trappe is te veel vir my. Jy moet maar bij ons geblijf. Maggie is te hoogmoedig. Sy sal nooit een man kry nie. Nooit nie. Twak, oma, twak. Ek rook nie, dankie. Wat wil jy sê? As ek by Maggie kom, dan word ek precies 14 jaar oud. Ene knie en bene. Kry nie een woord uit nie. As een vrou een groot man so week laat voel, is hy nie goed vir hom nie. Petrus, die jare gaan verby. En die verwys bly jy. As jy nie nou een plan maak nie, dan gaan ek. Oma het al soveel planne gemaak. Wie was in die laatste keer ou Griekie wasbak? Niemand kom by Maggie nie. Sy dink nog steeds in die ou kerel van haar. Die een wat sommer so verdwyn het. Einste Gerrit van Wyk. Wees jou net hoe een fool sy is. Wag al die jare en maak een fool van jou. Nacht, Petrus. Nacht, oma. Jy moet trou.
Maak toe die deur, ouma. Al die motte vlieg in Amerika. Rina. Vicky. Marina. Daar. Kriek die wasbank. Ach, sal die lieve hemel dan toch nie. Of wacht, Vicky. Sally. Wat staan ouwe weer vanochtend toe met ouwe self en praat? Praat nie met jou nie, my kind. Dan ga ek bykie dorp toe, ouwe. Om te? Om te? Dan ga van die toe, ouwe. Moet nie afwees nie. Ai! Jylle wat die buiten weer toe, die vlieën kom, en hoor jy so los alles nou net hier so, jy moet gou die spaarkamer gaan recht maak, vat die nieuwe blauw lakens, en die slope en die handdoeken, en die plek moet blinks as jy om polies, nou gou maak, hoor. Ja, oma, Onnooi kom hier weer in Annika, ja? Ja, ja, waar is sy nie so kruis van die skalafie, maar sy is ons bij het verliese saakje. Sintra, goeiemorgen. Ach, baie dringend, hoor, Kimberly. My aarde, Maggie, ek loop jy amper dusnis en ek sien jou nie eers. En hoekom is jy nie by die fondisie nie? Ach, wat nie. Sal die mense sê? Ach, liever nie, dan nie. Kan my nie daar kleer, man. Dag, sê, hoe gaan het? Maar die oom is so vol skete. Moes gauw weer een medicijnekie by die dokter gaan. En hoekom hou jy jou so een kant? Jy daar laas kom oefen. Ga jy nie straat my beklui? Kom ons gaan drink koffie. Ach, dan kan my voete ook een bykie rus. Oeh, blaas ek nou weer. Ach ja, Sillykie. Natuurlijk onthou jy nog. Jylle was dan saam op school, my ding. Ach ja, met die waters wat verby is. Môre. Ek vraag jy dus om vir my een bord te maak vir die drie eters. Nee, ons dat is een bord, vraag. Ja, ja, vraag my. Is dit een contantverkoper? Ja, maar natuurlijk, maar jy het ons contant, so jy moet weer bekommer te wees. Maak my aanbod, 50 rand. Kon nie, kyk, dis nie een bankrotveiling nie, dis een uitgestorwe boedel. Asseblief, dames en heren. 150. Ek wil dat 50 rand is geboed, dat 160, 170, ek het 180, 100, nee, 200 rand. Yes, yes. 230, 240, 250, 260, 270, 290, 300. 350 van jou nou. Nou vat ek die 50 rand. 350, 360, 70, 380, 90, nog. 390, 400 rande achter, 410, 420, 430, stop, toe kom jy om. 430, 440. Nee, wat, deesdaas egskeiding nie meer so skande nie. Wil jy nie maar kom kuier nie? Ja, het jy nou vakansie? Wonderlik, dis net ek en Petrus op die plaas. Ja, kyk hy, ja, hier is nie eintlik geselskap van sy portier vir hom. Dan verwag ek jou nie. Ek sal nie weer praat nie, meisiekind. Jou ma sal my nooit vergewe. Jy moet trou. Ja, en sê nou, trou my verkeerde man. Basta man, ek is ernstig. Nou, wat stelt aan te voer om dit daarom te doen? Die rechte man moest vir my uitsoek. Hou net jou oor oop, meisiekind. Hou jou oor oop. En wat kyk jy so? So niks. Thank you.
eerst bij je woensdag geweest, maar toen dacht ik, je is hier. Kan ik helpen met iets? Nee, maar ik wil je graag iets vragen. Niet in ongeluk. Begin weer van vooraf. En dan... Voor jou? Voor mij. Voor bioscoop. Bioscoop? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Excuus? Wat? Je hebt gezegd alsjeblieft. Wanneer? Je bedoelt, je zal gaan? Wanneer? Nee, wanneer je wil. Vanavond. Hoe kom? Zomer, dus hoe kom? Nou, bij die school aan. En wat kan ik zeggen? Dat is goed zo. Jij zit gans te lang kan veel bij die huis. Kan je rekenen? Op deze aarde. Excuse ons het vast. Oh, mijn zo. Geen padmans mens, daar kappen ze toe. Het is crisis, oom. Maar als muziek van hand is, vind ik. Was dat zij gaan vliegen? Op aarde. Geen op pad, man. Je zit dan niet met de stijven in draaien, hè? Ach, maar zie, je moet mij proberen leer van haar en hoor. Oh. En dan? Maggie is een wonderlijke wenster, man. Ze is toch sterk met zijn boer bij haar baby. Het is de eerste keer wat ze ja gezegd. Om met jou te trouwen? Nee, maar om te gaan vliegen. Het is wonderlijk, dan kan ik samen gaan. Ik was lang klaar zijn die vlieg. Samen gaan? Ja, dit zit bij je makkelijk voor in die bakkie. Nee, maar verstaan niet mooi. Nee. Ik ga vanavond alleen, zal het meisje flik. Zelf genoeg dat ik vrouwengezelschap heb van mijn eigen keuze. Ik kom nooit meer iwers uit, nee. Niet vanavond, nee, oma. Ik zal voor oma van haar lekker chocolade zanden. Oké. Hoe lijkt het? Ik kan niet zien waarom jij juist jouw kerkpak moet dragen. Zie je het goed? Ja, baie goed, dankie. Zit je gemakkelijk? Ja, baie gemakkelijk, dankie. Ze trek op mijn nek. Trek ik nu bij jou ook niet? Nee, niet eigenlijk niet. Alles uit voor hier! Het is mij bij lekker om je hier te hebben. Samen met mij. Ik was altijd bang voor je geweest. Bang? Ik heb je al eerder gevraagd om samen uit te gaan, maar... Dat was altijd wat was je naam? Gerrit van Beuk. Ze hebben hem terug. Ja, natuurlijk. Al hier even dokteren, toen verkast hij niet. Ik denk dat hij zal ooit samen met uitgaan. Niet naar hij weg is niet, Petrus. Niet verlangt dan nog niet. En je maar vergeet mij. Ik weet niet, ik weet rechtig niet. Nu is baie lang terug, wat baie dingen tussen gebeur. Mijn pa is dood en mijn ma is ziekte en dood. En maar wat hier die oorskomers gaan. Maar een mens vergeet die zo makkelijk niet. Maggie. Petrus. Je zit te ver, Maggie. Ik kan je niet zo goed horen, nee. Petrus, ons is niet kinders, niet. Dat is wat ik bedoel, Maggie.
Maar is dit nou nie toeval nie? Ons besluit toe ook om te kom en kry staanplek net hier agter. Kom, kom sit by ons man. Dis toch baie genoeg. Ek het ook 'n etennetjie saamgebring. Toe, kom. Toe wou ek die Petrus. Serfaas. Maggie? Nie vir my nie, dankie dan, Maggie. En ek het die hele desertse middag met jou haare gesikkel en hier sit jy met 'n kopdoek. Maar kyk nie daar, mense. Dis net bloed waar jy kyk. Deesdaanse prente lyk compleet of hulle in 'n slagplaas maak. Ek sê vir die oom gisteraan toe ons dit sien, hulle sal moet 'n plan maak met hierdie prente met soveel bloed. Jy moes lank al gekom het. Kom, wees my jou ramme. Sien jy daar die koppie daar? Klein was het, ek om elke saterdag uitgeklim. O, ek wil vreselike goed. Somme hard op in die klippe gestaan en praat. Nes oma. As het droog is, dan sit jy daar bo en jy bid, oma. En as die reën kom, dan sit jy maar weer daar. Bid. Was jy altyd alleen? O, op 'n plaas is 'n mens nooit alleen nie. Dit is een van die nieuwes. Is het hy? Hoe lyk hy vir jou? Vruchtig. Wil jy ooit wees as 'n boer? Nee, nooit. Dit is lekker om dinge te sien groei. Dit verstaan ek. En in die droogte tye? Dan wag hom. Vir die reën. Los maar. Ek het baie woord moeg. Ek het net geglui vir vlak. Ons is amper boek. Kom, steek met die eerste. Nee, wees. Ek kan amper die dorp sien van hier af. Oeps. Wat goeie oefening. Mens nie altyd tyd nie. Goeie dinge is daar altyd tyd. Mens weet nie altyd wat goed is nie. Nee, mens weet. Is bijvoorbeeld? Saam met jou te wees. Ek kan het nie help nie, Maggie. Dis soos ek voel. Lank al. Oma my sommer gestuur het, is so bitsig buiten. Petrus, Sally kom vandag. Ben? Ja, Sally, Rut, en ek vergeet nou haar van. Sy was Sally Vermaak. Die vrouw en Hoeselonie, julle was saam op school. Ek sê, ek moest toe met die uitlander getrouwd. En hy het in die moeilikheid gekom met diamante. Nou is hulle geskei. So jy kan nie vanavond na die Maggie vrou mens toe gaan nie. Wat het Sally met Maggie uit te waai? Ons het gaste, Petrus, het sal sleg lyk. Het baie lekker gesels, jy en Sally, jy sal sien. Deksels, oma, deksels en verflaks. Shhh, so met my praat nie net nou oor die volk jou. Ek hoop nie, sy bly lang nie. Dank u vir die veer. Petrus, sy het rooi haare. Beyer met gauw maak die mense is nie. Jou. Daar is hulle gauw maak. Jou. Sallykie, dan Sofia. Kom, laat ek jou groet. Die poort. Ek ruik die ene strijk, maar die strijkkamer is voor rook vanmorgen. Plaasryk. Plaasryk. Ach, ek kon al een uur voor hier geweest, maar dit is verdekste papwiel. Jy is seker dood, moe. Kom, ons gaan in.
Het is al barricade. Ja, hij is bezig daar zo. Hij komt nou nooit. Hij weet. Dat weet ik, brandwond weet het. Die oosterstorm zwaar gekregen geweest is dan het acht. Nee, die hij praat bijna van jou. Ach, dat is niet waar niet dan, Sofia. Dat is niet waar, wees niet ik zo zeg. Ik vlieg om je te zien. Die lucht lijkt zo'n champagne. Ach, dank je, dat tante mij genooi heeft. De paasvakantie is nog niet verknoord. Stuurman! Kom aan die kleine huise koffer. Kom eens gaan aan. Dank je. Hallo? Petrus? Oeh, mensen. Natuurlijk verstaan ik. Hoe zal ik kwaad wees? Ach, niemand moet je nu ontstaan, hè? Natuurlijk. Goed. Wel niet. Wat? Lang. Peter is voorbij, moet je die dingen aanmatig, nie? Goed. Tot ziens. Nog een stukje melktaart, Sally. Dan is Sofia op mijn rechterpootje rol maken. Nee, wat? Nog een stukje Sally zelf maken. Nee, wat zeg jij, Petrus? Hoezo? Hij is zo met die boerderij bezig dat hij in gedachten is. Daar is veel lekker. Ik zet mijn wagen, Petrus, dus niet omgeleden, Kerm. Ik wil voor jou een omsteer, niet? Weet dat de Sofia, wat was hij bijna op school? Nee. Ritter. Omdat hij zo galant was. Kan je nog wat hebben, dat is mij bijna? Nee. Raai, toe. Kan ik nog een beetje koffie krijgen? Raai eerst, dan krijg je dit. Nog een beetje koffie, zeg. Daar is zomaar weer leven op die plaats van Sellik hier is. Doe nou. Mijn koffie, alsjeblieft. Goed, goed. Doe niks daarbij, niet, man. Voor mij, ik heb werk moeten doen. Je gebeld, Petrus? Ja, oma, ik heb haar gebeld. Pas op voor die vliegen. Ach, maar jij is ongezellig, Petrus. Hij is maar net moe, oma. Nou ja, ik ga nou kamer toe. Sally zal zeker later voor jullie drinkgoedje kan maken. Natuurlijk, tante. Nacht, kinders. Nacht, oma. Nacht, tante. Lekker stil en rustig hier. Niet goed, heb ik gezegd? Ja. Het is zeker dat ze mensen in die stad gepoind is. Is jij altijd zo stil? Nee, niet altijd. Je bent mijn woorden zien voor mij, ik kan het opleggen. Ja, ik zit een paar keer stil. Mensen wat zwaar gekregen is, maar zo. Vertel me van jezelf. Daar is niks om te vertellen. Jij weet jij dan bij je verander. Verander? Hoe? Ja, jij was altijd zo gezellig. Jij was die voorbok op elke partijtje. Onthoud jij nog? Nee. Doodzellig. Ah, ik is een vrouw, Petrus. Zo heb ik al gezien, ja. Jij stop. Distel is dit Petrus. Nee, hoe komt dat nou Petrus wees? Ek het hom so lank laas gesien. Hulle het geloof mense op die plaas sê. Precies. Is jy nie vir hom meisie? Ah, waarvan praat dan nou? Was niks tussen ons nie, absoluut niks. Jy het jou kansen verspeel, meisie kind. Ek weet nie waar van tante praat nie. Ek praat van Petrus. Hy was nou die meisie kind.
Eide vrou nogal. Sally de Pree. Sy het ook vroeger hier geblei. En sy het nou my plaas ingetrek. Dinge lyk nogal ernstig. Hulle praat van trou, sê hulle. Jy het jou paase verspeel, sê ek jou. En dit hy wil my keer jou nou. Ei, die goed sukkel maar. Droogte en kalkgrond. Ja, en ook niet, daar was het winter. En nou, Maggie? Yes, niks. Petrus, ek is bekommerd oor Sellietjie. Sy is vanmorgen, wie weet van na die velten met daar die wille perd. Wille perd, oma. Sy is groot genoeg om na haarself te kyk. Boere dochter Dari, sy kan kook en bak. Oma. Het jy gesien hoe sit sy op een perd? Hoe gaan sy nie terug Kimberley toe nie, oma? Skaam jou, Petrus, skaam jou. Ek kan jou nie verstaan nie. Dit lyk my, jy wil nie. Ek wil trou, oma, maar nie met Sally nie. Sy is een liewe mens en sy is lief vir jou. Sy werk op my dinges. Petrus! Ek het iemand anders lief, oma. Maggie Aucamp sal nooit een boervrou word nie. As een vrou, een man lief het, oma, kan sy enig iets word. Hallo! Hallo! Ek was al bekommerd oor jou, my kind. O, dit was wonderlik geweest, tante. Dankie. Dit is een plezier. Geniet maar die vakantie. Het lui een bykie koud, hoor. Die volk is allemaal bezig. Goed. Nee, ek sal 2 weke en hy praat nooit eerst met my nie. Hoor nou sikke boog, hy dink jy is achter mekaar, vrou. Petrus praat maar so min. Jy weet, Sally, Petrus het een vrou nodig. En hy sal goed vir haar sorg. Kyk, hy werk hard. Ek dink die vrou is een baie lief vir hom kan word. Ja, maar stadig oor die klippe met hom hoor. Jy weet, hy steer hom ons nie eindelijk aan vroumense nie. Net daar die Maggie Aucamp. En wie is Maggie Aucamp? Is een onderwijseressie, muziekonderwijseress, wat een paar jaar geleden in die dorp ingetrek het. En toe gaan staan, Petrus moest raak dood vir die verpaar. Maar sy wou niks weet nie, sy het hom nie eens raak gesien nie. Ach, sy het ou kerkie gehad en toe raak hulle verloof.
Piet vreselijk slecht gevoel daarover. Ja, en toen los je ook elk jaar en hij is weg. En nou laat zij denken, zij gaan niet een man krijgen. Nie. Nou zij even skielik, even danig met hem. Dan Sofia? Ik denk ons vriend meisje gaan kuier. Ik weet hier die klavier een beetje stil maak. Ons kind daar die plaat goed. Peter speelt het op die plaats aan mekaar. O. Ik neem vir Sellekie so'n bietjie rond, zodat zij ook nou hier die mensen kan ontmoet. Het is gaaf en dan. Het is altijd zo lief Petrus een vriendin te ontmoet. Petrus praat so baie oor jou. Sy is vir hom net soos sy eie suster. Is nie so lief in Sofia? Natuurlijk. Heerlijke woord. Het, Petrus, jou vertel vir ons. Nee. Nee? Ek het hom so lang laat gesien. Hoe aard het dan Sofia, dat ek was naar die aap in die mou gelaat? Peter is nie sêker self gesê, hy gaan vreselijk kwaad wees. Nee, ek kan ek vir tante bietjie thee maak? Ja, dit kan heerlik wees. Wat? Wat? Wat ze daar is en wat skree so? Die ooie het by Bas Pietse ramme gekom. Wat? Hoe? Die klein ooie het die hek moet die perd laat ooplos. Ga na huis toe, kom. Weet jy wat het jy gedoen? Petrus! Weet oma wat sy gedoen? Sy het elke hek op hierdie plaas achter haar dinges laat ople. Wat bekeer jou? My stut ooie tussen op die dikpoort sy ramme en met hulle kip en hulle klet. Petrus, bedaar. Weet oma wat dit beteken? Ek sal die hele plaas moet dik. Ach nee, Petrus. Petrus, Lerina, jy maak my seer. Petrus! Geen van seer kry. Ek is lus en breek jou nek. Vat haar aan die huis en oma. Ek kry haar onder my voete uit. Petrus? Zal ik taal? Ik is jammer. Je hebt iets gepraat. Ja. Een verskoning. Ik is jammer dat ik het gedoen. Het was baie achterloosig van mij. Om ik op te los. Ik is ook jammer. Omdat ik je amper te lijf gegaan. Ik zou opmaak, Peter, dus ik beloof. Goed. Kom. Ik is zo blij als je vrienden. Kan ik ook een kijkje doen? Ik was erg lief. Ja, goed, kom sa. Ik kan mensen tenminste onder oog hou. Kom maar hier, Boeta. Het hulle gesuik? Wat is het gebeur, man? Wat voel jy? Pille. Rampille. Ja. Is die rammetjes dan ziek? Ja. Ik moest vandaag bij die ooie kom, maar jy het hulle geboykot. Ach, mijn moeder. Ach, mijn lieve dum. Ach, kijk niet, Petrus. Wie die het gevoel van mij? Ach, zie toch zo'n rechte moeder die oor. Ja, dat is een hamel. Met alle hamel oor is een zachte oor. Kom, lach jij? Ik denk zo'n staaltjes, nee? Hoe komt staaltjes weer in kant? Is hij ziek? Ja, ons gaat slag. Je bedoelt... Ons moet zoek. Mijn wereld is prachtig. Kom. Kom, meiden. Ga nog zoek. Oh. Jullie al vrede gemaakt. Ai, tante, die Peter, zij wil een doodlag voor mij. Nee. Kijk, die. Die is zo weg, leid. Hier is dit voor me. Dank je. Wat lag hy? Ek weet. Die hele het gaan een heerlijke aand wees. Kom, ons gaan inry toe. Ja, dit is een wonderlijke gedachte. Ek wil daar toe gaan, Irma. Ek is ewe las daar. Ach, maar,
Maggie zal verstaan als je een verrast zegt. Ons was vanmiddag met Maggie geweest. Ze is een erg dierbare meisje. Ja. Ach, toe. Ach, toe, kom ons gaan maar. Ach, je kan morgen aan de Maggie toe gaan, alsjeblieft. Ik moet slag, oma. Ja, maar die slag daar hoeft misschien te wachten, is niet? Nou ja, goed. Maak je wel recht. Dan Sophia. Wat is er? Wat is er allemaal ooit? Wat? Allemaal ooit. Een hammel is een hammel. En een ooi is een ooi. And never the twain shall meet. Kijk, ik heb. Daar is nog baie tijd. De dorp is maar net 6 minuten. Wat ga je nou doen? Slag. Slag. Petrus? Ach, machtig. Het is al genoeg voor vandaag. Volgende week al je turn weer het blok kennen, hoor. Hij een zag niet. Waarom wil je? Ach, pasta. Kan je niet meer niet. Daar die meisje kan de ziels ongelukkig. Zij is eenzaam. Het beter is dat daarom zo'n streek voorttrek. Ja. Het is net zoals jullie mansmeisje is. Los die vrouwens niet zo. Ik los niemand niet. Als je niet zo uit was, niet mij ook nog los. Baby, voor jou bestel dan. Klaar geoefend? Ja, dankie, oom. Jy speel vandag daar in baie treurig, die tante skoon aan die hul en bevoedig. Dit is het trillige dingetje om. Ik kom bij. Ja. En is jij nou met die muziekboeken in je hand staan? Ik moet huis toe, tante. Ik heb nog een hele klomp muziek vraagstellen wat mijn leen wacht. Ach, je hebt een stukje bij ons. Morgen aan, liever. Jij moet niet zo alleen bij die huis zitten, nie? Wat maakt je denk dat zij alleen is? Lekker slaap jullie twee. Ik kom morgen aan weer oefen. Ai, toch, ai. En aan die jong mense in die dorp. Net as hulle klaar is met skool, dan kry hulle ry. En is die laaste sien van die blikkantien. Een mens moet een wit hart teen maak. Middag, Maggie. Middag, Petrus. Ek was eers by die woonstel geweest, maar die dag ek hier seker hier by tand bly wil. Kom, ry saam. Ach, dankie, ek stap sommer. Ek het jou blomme gebring. Kom. Want ik ben zo lang laat gezien het. Maar ons kan elkaar niks nie. Waar is het? Sally, het is op die plaats. Zij lijken gave meisje. Is jy kwaad voor mij, Maggie? Nee, ik is niet kwaad voor jou nie, maar ik heb niet jou jammer te doen. Ik is gelukkig, ik is baie gelukkig net soos ik is. Ik heb mijn muziek, mijn leerlingen. Dan bij wie noem Serfaas en... Anna, wat betekent nou weer huis te komen? Ik heb
het ook my werk, ek het my ouma. Maar dis nie genoeg nie, ek soek iets, ek soek iemand lief hê, wat my kan lief hê. Jy hoef dit verduidelik nie, ek verstaan. Ek dink is beter as mekaar nie weer sien nie, vir ons albei. Buit nie net ek aansoek gedoen om my pos op 'n ander dorp. Wel, want ek sê het nog groet. Tot ziens, Maggie. Hij is hier. Hij is terug. Daar. Kom, stop in. Het net gister nacht begin sleg word. Aan baby? Aan baby? Maggie. Ja, my kind. Die dokter sê ek is siek. Pure slechtigheid, my kind. Dan moet dan het hospitaal toe. Ach, liever begrafplaas toe. Ek is so bekommerd. Wat gaan van die oom word? Maggie. My tydjie word kort. De proef vir Sofia.
1 dubbel 2 in kopies kraal, alsjeblieft. Als hier klaar is, kan je maar laten chalen voor dinner. Ja. Vermaier. Dank je. Tjoe. Weet je wat van waar neer te zitten? Terwijl ik al die boel-eners. Bijvoorbeeld, wat is een medium? Hm? Dat is een medium sterpel. Huh? Hoe maak je zo? Mijn kwaliteit. Oh. En hier? Wat is dit? Dit? Mm-hmm. Dit is wol. Ah! Dit is lekker. Yes, pas op je trap bij wol. Dan help me dan. Gerrit, dat is kap. Sally, wat maak je? Jovius. Wat? Mijn dessert. Sally, pas op. Dit is die volkomst. Alma. Maggie het gebel. Maggie? Ze het afgeleid. Dis oor baby. Baby? Tant baby? Sy lê op sterwe. Jy moet my dorp toe vat. Dorp toe vat? Nou. Waar kan ik? Ja, jy kan. Dis nie vir speelietjies nie. Maggie sal nie verniet bel en sê dat baby my wil sien nie. Is Maggie op daar dan? Ja. Maar miskien is dit so ernstig nie. Zal ik aan vuur? Ja, dat goed, ik zal. Petrus, waarom wil jij mij niet vatten? Ik heb jou niet zo groot gemaakt, niet? Maar ik kan een man niet nou vatten, ik zal later komen. Het is oor Maggie, hè? Ik wil haar nooit meer zien, oma. Oma behoort blij te lezen. Middag, baby. Hoe voel je je nou? Lug, hè? Ik is blij dat je het gekomen. En hoe dan anders? Ik zal niet rust voor ons gepraat. Jij moet net rust, baby. Meneer mij komt preek niet, Sofia. Ik preek niet. Ik zeg maar net. Maar hoe kom je zo'n alle jaren kwaad vinden, Sofia? Alle jaren. Ik was nooit kwaad geweest, niet. Niet voor jou, niet. Maar ons was kwaad vinden. Mens, mors maar een beetje met jou leven als je jonk is. Kijk, die hele dorp weet jij kan koek bakken. Je moet niet nou voor mij staan en hartseer maak nie, baby. Jy is een uithaler bakster. Op die skou van 59. Ek onthou nog goed daar die amandelkoek van jou. Nou kom jy my dan tweede prijs gegee. Jy beoordeel. Ek dacht jy was jaloers. Nog nooit nie. Maar je weet zelf, die textuur was te los. Te veel boter, baby. Dat is waar. Ik heb altijd te zwaar aan met die boter. Ik wil daarom niet dat jij moet weten. Ik heb altijd gedacht, jij is die beste bakster. Je moet gezond worden, baby. Als mama van ons maat is oor. Heb ik je mijn hand vast, Sofia. Ik wil een beetje slapen, zo lang. Dat zult u trouw lukken? Peter zal komen trouw. Een heel geduldig raak. Ja, het lijkt op je eens dat hij geduld geleerd heeft. Dit lijkt niet wie bij een jong mens op je dorp is, nie. Is dat? Nee, niet juist niet. Jij,
Jy het nog nooit aan trou gedink nie. Ek het, ja. Die geleentheid het hom net nooit voorgedoen nie. Jy en Petrus ken mekaar seker al lank. Nie waar, en dis onvermijdelik op 'n klein plekkie soos die. Ja, het is seker onvermijdelik. En, wel, was daar ooit iets tussen julle? Was julle ooit verlief? Wat 'n ongeluk het ek met jou te doen. Hoe vra jy nie vir Petrus self? Maggie, jy is baie pijn van merk as by Petrus kom, nie waar nie? Sy slaap. Dankie dat jy ons laat weet het. En laat toch weet dat verandering is een of ander kant toe. Natuurlijk, Sofie. Het is goed dat jy hier is, kind. Het is mooi. Ons kom môre weer. Kom, Sally. Beter is wacht, ons moet rij. Hoe gaan we met dan bij wie? Blijkbaar niet te goed, nee. Ja, ze is al uit. Heb jij de Maggie gezien? Ja. Ons over jou gepraat. Waar? Petrus, heb jij gevoel voor mij? Het is nu niet tijd om daarover te praten, Sally. Wel, jij hebt mij bloemen gestuurd en toen die Aand me skeert, toen ik gedink. Hoekom draai jy jou rug op my as jy praat? Ek is bezig, Sally. Maak toe jou oor. Wat wil jy sê? Nee, jy is onbeskof. Jy is die onbeskofste mens wat ek ken. Vergeet het. Dis niet... Ek was eensam, Petrus. Ek gedink jy is vir my uitkomstbied. Het was dom vir my. Ek het jou nie nodig nie. Ek het niemand nodig nie. Jy sal nooit een vrou kry nie, Petrus Verwey. Loop! Loop maar jou betremmelde ou jong, nooit jylle pas by mekaar! Sy sit in wacht soos een oorrijp peer om jou skoot te val. Ek val in niemand skoot nie, wat vind jylle kleine ouwe wat? Wat is dit? Ek gun hulle aan mekaar. Hulle pas prachtig. Verpruimende ou jong nooi en het beduivelde ou jong kerel. Van amal kon jy die een gewees het, as nie vir die Maggie ook al was. Sê, hoekom het ek tevreden wees omdat sy nie bleek nie? Dat Sallykie weg is. Maar wat het allemaal die vrouwens hier laat bly? Om jou ontwil, Petrus. Een man kan nie so alleen bly nie. Denk jy, het is vir my lekker om jaar in en jaar uit te sien hoe jy achter Maggie ook om aanloop en sy weet nie eers lang jy bestaan. Sy weet dat ek bestaan en wel. Dis genoeg. Petrus. Gaan dan na haar toe. Gaan kuier vir haar en vraag haar om aan jou te trou. Maar ouma en Sally daar gekuier het sy gesê, hier kom. Nou gaan. Dan baby slaap een bietjie. Ja, van allemaal zien ze die meerdere aan Sofia zoiets uit. Ik wil met jou praten, Maggie. Sally is weg. Daar was nooit iets tussen haar en Petrus nie. Praat dan, Sofia. Ik moet vandaag voor jou regheid vragen, vrouw, maar je moet mij niet toch kwalijk nemen, nie.
Wat wil jy met jou lewe maak? Nog 10 jaar wag vir daardie droomheld van jou wat in van wyk. Nog 20 jaar. Jy weet, is nie vir 'n vrou belangrik om lief te wees, om gelukkig te wees nie, maar 'n vrou moet trou. Dan eers is sy volledig mens. Kyk, 'n huwelik is 'n kontrak tussen 'n man en 'n vrou. En as 'n mens 'n kontrak teken, dan soek jy nie vir jou 'n swak venoot nie. Hier is hy eerste klas boer, wat vir jou 'n goeie dag kan gee. En het jou baie lief. En koppies kraal het 'n jong vrou nodig. Jy weet, ek is daarom al oud. Waar is dan baby? Ek wonder of sy nog slaap. Vaas. Goed. Olga. Wat is dit? Ons het gekom zo gauw ons kon. Ach, dit is helemaal niet slechter geworden. Dit was nog niet direct. Kom dan weer terug. En Serfaas? Hij zal binnen zijn, de biervrouw. Ik ga zien. Ek weet nie wat om te sê nie. Praat net met my. Oom Serfaas se najaarsroos het vandag knop gemaak. Hy sê hulle gaan een van die al begin blom. Ek voel altyd soos 'n ander mens as ek naby jou is. Hy is nie 'n ander mens nie. Ek weet. Ek is maar net Petrus Verwey wat boer op koppies kraal. Wil jy dan iemand anders wees? Ja. Ek wil daar die man wees wat jy lief het. Ek onthou hom nog. Jy was altyd saam en hy het baie gelag. Hy gelyk soos 'n kerel wat sy story ken. Hy kan sê wat hy voel. Nie soos ek nie. Jy is nie Gerrit nie. Maar jy is Petrus Verwey van Koppies Kraal. Hoekom moet sy sommer so gaan? Het is nie soos baby nie. Ons het 'n ver pad saam geloop, ek en jou. Partykeer probeer ek onthou hoe jy die heel eerste keer gelyk het toe ek jou gesien het. Gee jy werklik vir my?
Ek ken nie die woorde nie. Dis net mens leer. Trou met my. Ek het jou lief. Jy sal leer om my ook. Ek weet nie wat om te sê nie. Soos jy oor my voel, so voel ek nog steeds oor Gerrit. Jy sal leer om my lief te kry. Wil jy met my trou, al weet jy, ek dink nog aan 'n ander man. Sy foto staan nog op my klavier. Voel jy dan niks vir my nie, Maggie? Niks. Ek respekteer jou. Ek het jou selfs op 'n manier lief. Trou met my. Goed. Ek sal probeer. Mama? Ons het gister oral na jou rond. Nou, dokter, kon jy is 'n nuwe vernoot. Ek het nie geweet nie. Ek het geskryf. My ma's oorlede. Ek het getrek. En die ring? Ek trou oor 2 dae. Maggie, ek is jammer, Gerrit. Ek kan nie met jou praat nie. Ek is haastig. Ek moet met jou praat. Jy het geweet ek sou kom. Oh, 7 jaar. 7 jaar gelede kon ek jou niks bied nie, jy weet het. Toe was daar nie toekoms nie, Max. Ek moet nie so noem nie. Jare gelede verby. Voor my was het zwaarder as vir jou. Max, Maggie. Het is nog nie te laat nie. Ek trou oor môre met Petrus Verwey. Stel het uit. Asseblief. Maak eers seker. Jy moet dink, jy moet vinnig dink. Ek kan vaar die skilder wat vir...
Dan moet jy nou soos ek destyds 'n dom ding doen, Maggie. Ek loop asseblief. Goed. Voorlopig. Goeienag. Vat vir jou senuwees. My senuwees bekeer niks nie, maar kom nou. Kom. Ek vraag. Ek is nog by die skool tot die einde van die kwartaal en dit elke dag in en uitry. Ons gaan sommer witte brood op die plaas. Is anders as 'n man. Sy drome en vrese wat hy nooit sal ken nie.
jullie klaar is. Ja. Nou, dan gaan jij een klein boy, jullie gaan bergkamp toe, jullie gaan zoeken daar ik boy wat weg is. Goed. Nou, gauw maar. En kom even mij. Ja. En als jij mij zo staan in betrag? Zomer maar. Ik heb zin. Hij is te lang bedacht van mijn oor uit. Het zal niet een week als ik kwartaal voorbij. Ben je gelukkig, Maggie? Tuurlijk is ik, is jij. Het is jou. Jaren voor je gewerkt. Ruim je verkeerde in. Waarvan praat je? Is jij gelukkig? Daar die dag als ik in je oor kijk en ik zie niet, vergeet van Gerrit van Wijk. Niet van Gerrit van Wijk, praat niet, alsjeblieft. Hij is terug in het dorp, Maggie. Heb je dit geweerd? Ja, ik heb het geweerd. En? Ik heb niet gedacht, het is belangrijk. Niet belangrijk? Het is voor geen man lekker om te weten dat zijn vrouw het aan een man lief. Nie. Als ik Gerrit ooit na bij jou krijg. Middag, oom. Middag, gezien. Oma stuur dit voor oom, beetje vlees en eiers. Dank je, zien. Dank je. Hoi, oom. Zou hem daarom verzorg? Maggie is bekommerd. Lena op haar pos. Ze is. En hoe gaat het met getrouwde leven, zien? Eerste klas, dank je, oom. Eerste klas. Ik zie Gerrit van Wijk is terug niet op. Nu is hij voorbij voor hem, hè? Ja. Maar hij heeft mij gezegd. Zij. Wat? Nee, niks. Hij stuurt groet over. Ah. Ik moet naar die mandje terugvat van oma. Middag, Gerrit. Ik heb je lang klaas niet dorp gezien. Kom direct zo mee tegen. Dit is te laat. Te laat voor wat, Maggie? Ik moet terug plaats. Was met praat, Maggie. Los mijn arm, alsjeblieft. Het is jammer. Je moest het niet gedoen, het niet, Maggie. Ik heb die rechte doen. Jij hebt hem niet lief, niet, Maggie. Hij is een goede man. Jij hebt hem niet lief, nie, Maggie. En ik respecteer hem. Ik heb jou lief en jij hebt mij lief. Voor mij heeft me nog altijd niet hartzeer gebring. Verlang die eeuwige verlang naar jou. Dit was wat ik je beste onthou. Ons kan in die straat praten, Maggie. Maar is niet een andere plek, Gerrit? Ik moest iets van mijzelf gaan maken, Maggie. Voor jou, voor ons. Al die schuld en zwaar krijgen, harde werk en alles. Ik moest het doen, wil je niet verstaan, nie, Maggie? Ik verstaan het, maar ik verstaan niet wat jij nou nog wil heen. Als jij mij liefhebt. Het is voorbij. Als jij mij liefhebt, Maggie, en ik weet je het, dan is het nog niet te laat. Het tref is nog lang niet voorbij. Nie. Moet niet als je foute oor en oor begaan. Dit is waarom. Ik kan vaar het niet voordat je voor mij zegt dat je mij niet liefhebt, nie, Maggie. Zeg dit. Zeg dit. Ik moet het hoor. Los mij. Maggie. Juffrouw, het is jammer, het is in gedachte. Kijk jouw vierde vrees.
Kom en ek al die toer leren ken, hoor. Hoe vind je Frans? Slaap nog. Je moet je roer, anders het je weer laat wist. Ach, Elma. Peter is alweer voor ogen weg zonder om te groeten. Ja, maar daar is fout aan die bergkamp. Die schapen vreet geloof iets. Die volk het om valk omroep. Hij wil je niet steren, hij wil je laten rust. Maar je moet nou gauw maken met je roer. Anders moet je weer jagen om bij tijd in het dorp te komen. Ik weet niet, ik kom vandaag bij jou eens blijven. Voel je weer slecht? Nee, ik voel niet slecht. Nee, nee. Ach, het moet zeker maar zo wees. Pieren lui uit. Oma. Ja? Zal oma mij helpen? Mij leren mijn beste boervrouw niet te strip te worden. Van volgende week af als ik elke dag bij jou is. Ja, natuurlijk. Hoog tijd dat ik aan uitspan denk. Leerlingen tot wie weet wat de tijd vanmiddag. Als je je slecht voelt, moet je bij de ijs blij. Nee, ik voel niet slecht, nee. Ik ben niet zwartgallig wakker geworden. Weer verkeerd getel, my kind. Ek praat van Maggie. Van Maggie gepraat, jy moet dorp toe gaan. Dorp toe gaan is helemaal gek. Nie so met my, kijk is jou oma. Oma weet toch, ek het nie so bedoel. Nou sê dan wat jy bedoel. Ek is jammer, oma. Dis beter. Ek sê jy moet dorp toe gaan. Maar oma, ek kan nie dorp toe gaan nie. Hoekom het oma nie vanoggend van Maggie gevra om te bring wat oma nodig het? Ek het niks nodig nie, ek is bekommerd oor haar. Sy was vanmorgen glad nie lekker nie. En hierdie ewige jene weer geritserij in haar toestand kan glad nie goeie dinge afgeen nie. Toestand, sê dan sek. Ek sê, jy is een boer. En jy weet nie dat jou eie vrou verwachtend is nie. Daar lang loop jy al hier rond soos een bokram met truks vijbek. En ons moet soos milliepitte uit mekaar iets vat om uit jou pad te... Nee, my kind, dit alles oor jy jou verknies oor daar die Gerrit van Wyk. Jy is een fool, my kind. Een blinde fool. Jy wil vir my jy gehad het, nou het jaar. Sy sit met rooi oor en jy trap die wereld plat soos Daantje Donnerbos. Baie mooi pa, die... Waarin ga je nou, Petrus? Dorp toe, oma, dorp toe. Om mijn vrouw te gaan. Binnen. Kom, Erna. Zie je gauw ook eens vroeg lopen vanmiddag. Dat is niet Erna, nee. Die zus kan ik niet. Wat mag je hier? Zoek voor jou. Natuurlijk. Ik heet een leerling. Ja, ik onthou nog ons hier ontmoet het. Onthou jy? Ja. En hoe jy vir my gespeel het? Ja. Want ek het jou vertel van my ideale. Ek was nie een ryk boer sinds die ander nie. Ek was myself my pootjie krap. Ons nie geld gehad nie. Ek onthou alles gehad. Ik onthou hoe jy 7 jaar geleden hier weg is met al die beloftes van die wereld. Na een jaar het die brieven binnen gemaakt. Na 2 jaar jy het al opgehou. Jy het gedink dat ek met onthou alleen in jou gemunt kan bly. Geloof my, ek weet amper vir jaren. Hoe getrou was jy al die jaren aan jou sogenaamde liefde? Neem nie verduidelik nie, maak nie meer saak nie, glad nie. Ik ben blij dat je vanmiddag gekomen. Misschien weet ik. Wat?
Al die tijd was Petrus daar. Niet altijd daar. Ze zijn altijd daar geweest. Ik bedoel, ik heet hem lief. Misschien al kwaai langer dan ik zelf besef. Maar je gelooft niet wat je zei, niet? Ik was vertrouwd, Maggie. Al die jaren was ik bang met haar. Nu maak ik niet meer zelf. Ja, maar je verstaat niet. Ik wil je vergeten, maar ik kon niet. En toen ik terugkom. Arme Gerrit. Petrus Verwey. Voor jou ken ik ook. Cardiale terminale, dokter. Bloeding in de hartzak. Er is niks wat je kan doen, niet. Terminaal. Er is ook geen tijd voor oorplaatsing. Kan ze maar proberen, niet, dokter? Niet die moeite waard, niet. Vergeet het. Cijfer, Maggie. Ja, en 5 of 6 in de lucht. Weet je waar ik ben als je wacht te veel op? Wacht, kom. Niet hoe sensitief voor jou was hij dan. Ik zal later weer een draai maken. Maak hem gezond, alsjeblieft. Hij moet me net niet weer slaan in mijn kind was amper af. Tot ziens, Maggie. Gerrit. Baie dank. Kom, Serfaas. Nee, ik wacht hier van jou.
Hy is in die hospitaal. Kom, hulle jy, Maggie. Want ek jou lief het. Ek het nie geweet nie.